Jezus is opgevaard ten hemel en zit aan de rechterhand van zijn almachtige vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levende en de doden. Zo klinkt het elke zondag in de apostolische geloosbeleidenis. Achter elkaar staan twee tegengestelde bewegingen. Jezus die naar omhoog gaat. De opvaring ten hemel. En Jezus die terugkomt. De wederkomst. Van Christus vanuit de hemel naar de aarde. Ze staan vlak na elkaar. En ze vertegenwoordigen dus eigenlijk één grote geloofsinhoud. Denk aan het verhaal uit het boek Genesis van Jacob die droomt van een ladder tussen hemel en aarde en engelen die van boven naar beneden en van beneden naar boven gaan. Eigenlijk dromen wij ook zo over Jezus, die connectie maakt tussen deze twee werelden. En de twee bewegingen vieren wij deze week op twee verschillende momenten. Hemelvaartsdag op donderdag is uiteraard de opgaande beweging. Misschien niet zo prominent, maar wel aanwezig is de wederkomst van Christus op de zondag die volgt. Je moet er maar eens op letten, in de tweede lezing uit het boek Openbaring zal het op een bepaald moment gaan over de terugkomst van Christus. Die een connectie is en een connectie maakt tussen hemel en aarde. En waar gaat het dan om? Wat gaat Jezus in de hemel doen? Waarom keert Hij terug? Hij stijgt op ten hemel om daar te zitten aan de rechterhand van de Vader. Daar zit iets van thuiskomen in. Hij is op excursie geweest op de aarde. Maar komt nu terug thuis bij zijn vader en vindt daar zijn eigenlijke plaats. Hij hoort daar echt thuis. Maar het zitten heeft ook altijd iets van een juridische bijklank. Het is zetelen, zitting nemen. Het is de plaats innemen van de koning in een troonzaal. En dat koningschap van Christus is verbonden met dat van de Vader. Dat is wat we vieren op Hemelvaartsdag. Dat Jezus, uh, die zijn zending heeft vervuld voor en na zijn dood, mag gaan zetelen bij de Vader. Het is wel grappig hoe dat traditioneel wordt uitgebeeld. Um, je ziet bijvoorbeeld in onze Corona-kapel. Een, een tafereel waarbij de leerlingen omhoog kijken en net op tijd nog uh, is de foto getrokken. We zien de voetjes nog van Jezus. Als je vijf seconden langer wacht, is er niks meer te zien. Je vindt dit trouwens op verschillende plaatsen in de kathedraal zo uitgebeeld. Centraal staat daar niet het zetelen, maar de ervaring van de leerlingen, zoals we het op Hemelvaartsdag ook horen. Um, in de uh, vertelling van zowel het evangelie van Lucas als de eerste lezing van de Handelingen, ook geschreven door Lucas, hoe de leerlingen opkijken naar boven en verwachtingsvol uitkijken naar wat er nog komen gaat. Die verwachting, die wordt aangereikt vanuit de zondag die volgt. Met de wederkomst. En waar dient die wederkomst voor? Om te oordelen. Te oordelen wie van de broeders en zusters van Jezus diezelfde reis waardig gekeurd wordt. Wie ervoor kiest om eenzelfde weg te gaan. Wie de ladder die Jezus zelf is, durft, kan en wil bestijgen. Het is de zetelende Christus die op het laatste oordeel wordt uitgebeeld. En die staat dan boven mensen waarvan je hoopt dat er zoveel mogelijk de opwaartse beweging zullen nadoen. Uiteindelijk is alles gericht op hen. We vieren de hemelvaart van Christus en kijken uit naar zijn wederkomst met het oog op het heil van de mensheid. En daarin klinkt een groot verlangen van God. Alsjeblieft, vind de moed om de weg van Christus te bewandelen, om de ladder te bestijgen, want God wil niet liever dan dat mensen thuiskomen bij Hem, zoals bijvoorbeeld Stefanus, de eerste martelaar in het spoor van Jezus.